Gamescom 2019 en hij heeft eigenlijk al zijn Game of the Show gevonden. Je ziet het hier achter ons staan in, ik denk, 's werelds grootste koeienletters op aarde. Het is Doom Eternal. Amador ging ermee aan de slag. Een kwartier lang, heeft geen idee wat hij gedaan heeft. Nee. Maar het was fantastisch, toch? Het was echt fucking goed. Ja, goed, waar werd je in losgelaten? Wat is het precies te vergelijken met de E3 gameplay die we gezien hebben? Wat deed je? Nou, het is volgens mij aan het einde van de E3 trailer zie je dat je op de maan komt met zo'n groot kanon. En vanaf daar wordt het verhaal, je wordt eigenlijk niks uitgelegd. Ik ben gewoon neergezet, je krijgt een hele zooi wapens, ga je gang. En je merkte vanzelf al dat er wel best wel veel dingen zijn toegevoegd aan Doom Eternal vergeleken met Doom zelf. Ja, kleine pick-ups en dergelijke die we zagen en zo. Ik neem aan meer wapens, meer enemies. Hoe zit het allemaal met die toevoegingen? Je hebt nou bijvoorbeeld zo'n armkanon, zo'n schouderkanon. Daar kan of een vlammenwerper uitkomen of een handgrenade. De vlammenwerpen zorgen ervoor dat je shield buffs zeg maar, spaart. De grenade weet ik eigenlijk niet, gewoon dingen doodmaken. Dat is wel een beetje wat Doom maakt. Ja, precies. Je hebt nog steeds de kettingzaag. Als je daarmee iemand neer weet te zagen, dan krijg je een hele zooi aan ammo. En je hebt natuurlijk de glory kills nog steeds. De echt vieze gory. Heel veel verschillende, nu ook veel meer verschillende dan in het eerste deel. Nog meer, want het eerste deel had er al echt boven de 50 geloof ik. Ja, ze hebben nou voor elke character, hebben ze denk ik, voor elke soort enemy, ik denk bijna een dozijn aan verschillende executions. Chapeau, er is iemand heel creatief geweest bij id Software. Er zijn een paar mensen die waarschijnlijk een psychiater nodig hebben, maar hierna sowieso. Ja, sowieso. En het allervetste wat ze hebben toegevoegd is de grapple hook. Oké, dus dat is die nieuwe feature. Daar hebben we al wat dingen van gezien in de gameplay. Hoe speelt het om zeg maar jezelf heen en weer te zippen? Het is een hele rare vergelijking, maar het deed me een beetje denken aan Super Mario op steroïden. Oké, dat is inderdaad niet de vergelijking die ik aan zag komen. Hoezo is het zo Super Mario? Nee, je hebt ook dashes, je hebt double jumps. Er zijn af en toe gewoon parcoursstukken. Dat je gewoon echt moet double jumpen, double dashen. Kun je klimmen aan een muur en moet je weer met de ketting, moet je dan weer echt gewoon platformer af en toe gewoon tussen okay, de ja, elementen. Ik denk dat het wel leuk is om een beetje die variatie te hebben, want Doom had natuurlijk, weet je, de Doom uit 2016 had wat platformen, had wat puzzelachtige dingen. Maar denk je dat nu dikker aangezet wordt in Doom Eternal? Ja, sowieso. De stukken tussen de echte gevechtarenas, want je ziet het eigenlijk al een beetje aankomen. Een groot plateau met allemaal dingen waar je aan kan hangen en snel doorheen kan navigeren. Denk je wel, oké, hier gaan we gewoon honderden dingen spannen en je bent gewoon de lul. Ja, wat ook altijd helpt is dat je van tevoren altijd heel veel ammo en shield en levens ziet. En vervolgens dan de eerste drie akkoorden hoort van Mick Gordon die weer de soundtrack doet. En je weet, daar komen ze weer. En geen problemen met Mick Gordon weer? Nee, zeker niet. En de game ziet ook prachtig uit. Ik speel het wel echt op een BVS computer met volgens mij 2080 Ti wat erin zat. Het is natuurlijk heel mooi op PC. Ik weet natuurlijk niet hoe dat verhoudt met de consoles. Nou, de consoleversies zagen er met Doom 2016 ja, relatief goed uit. Dus ver, ja. Nee, dat vertrouw ik wel. Wanneer komt de game uit? Wat is de release datum nou? 22 november. Oké, dus wel snel, maar ze hebben nog wat tijd om het te polishen, mocht dat nodig zijn. Ik denk het haast niet. Die game die speelt zichzelf toch? Ja, ik denk het haast niet. Het speelde zo lekker. Ik heb op de controller ook gewoon gespeeld. Zou je denken, boe, maar Doom kun je met de controller doen. Ja, maar de shooter puristen, weet je. Nee. In ieder geval, dat speelt ook heel lekker. PlayStation, Xbox en PC. En Switch, dacht ik ook. Ja, Nintendo Switch kwam het ook weer aan, want dat is tegenwoordig een ding bij id. Ja, precies, die doen het ook. Dus het is echt genieten. Als je van de eerste hebt gehouden, dan hou je ook van deze. Hou je van shooters zonder al te veel poespas, gewoon knallen en geen gezeik. Hou je van metal? Hou je van metal? Hou je van de hel? Ja. Ja, daar ga ik sowieso heen, dus dat scheelt. Dit is alvast een voorproefje. Een gezellig. In ieder geval, Doom Eternal. Amador is er in ieder geval helemaal lyrisch van. Als je er meer over wil weten, check ook vooral de geschreven preview op gamersnet.nl. Dit was het in ieder geval voor de video preview. Heb je verder nog vragen, opmerkingen, whatever. Amador is hier voor jou. Ja, dat altijd jongens.